Op het ministerie van Volksgezondheid zijn op vrijdag 15 januari 2021 de onderzoeksresultaten over de bereidwilligheid voor het COVID-19-vaccin overhandigd aan directeur Rakesh Gayadarshukul. Het onderzoek houdt verband met de landelijke vaccinatiecampagne en is verricht in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Belangrijk is, u weet dat wij op korte termijn van start zullen gaan, ook in Suriname met het toedienen van het COVID-19 vaccinatie. En daartoe worden er al concrete stappen gezet. Maar het is ook belangrijk om te weten, met name vanwege het feit dat het om een nieuw vaccin gaat. Het is een uitzonderlijke situatie vanwege de pandemie. Ook belangrijk is om te weten hoe de Surinamer algemeen denkt en kijkt naar het vaccin, maar ook het hele proces eromheen. En daartoe is er een onderzoek gedaan. Ik ga zo meteen dokter Krishna dat laten praten en uitleggen. We hebben dan de overhandiging van het rapport. En daarna bent u dus in de gelegenheid nadat u hoort wat de conclusie is van het onderzoek vandaag. Het is niet de bedoeling dat wij in detail vandaag alles gaan uitwerken en gaan tonen aan u. Belangrijk is wat de conclusie is van het onderzoek, omdat wij dit als een van onze handvaten zien om ons beleid naar COVID-vaccinatiecampagne toe. Een van de handvaten is om daartoe beleid te ontwikkelen. Maar laat mij eerst, dokter Krishna, dat kent u allemaal, maar vandaag zijn een andere rol hier. Of niet? En, als wetenschappelijk onderzoek. Ja, dus ik geef alle ruimte aan u, dokter Krishna, om de mensen te informeren. De universiteit heeft een van de taken van de universiteit is dus inderdaad ondersteuning en geven en onderzoek doen. En het ministerie had ons dus benaderd om te vragen van kunnen jullie beginnen te kijken van hoe men staat tegenover het vaccin in Suriname, omdat we na deze COVID-situatie uiteindelijk een lichtpunt zien. We gaan kunnen vaccineren, maar er is een hele hoop gepraat in de media, een hele hoop dingen zegt men. Dus we wouden weten hoe denkt de Surinamer daarover en hoe gaan wij moeten inspelen op de Surinamer om onze vaccinatiecampagne zo succesvol mogelijk te laten zijn. Een belangrijk onderdeel van een vaccinatiecampagne is de voorlichtingscampagne. Een belangrijk onderdeel is om te weten wat de mensen weten en om daarop in te spelen. Dus daarom hebben we de eerste stap gedaan. Dit is een onderzoek dat herhaald zal worden om later te kijken. Als we informatie hebben gegeven, weten de mensen meer, is de mening veranderd, etcetera. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk van als je voorlichting gaat geven, dat je goed gericht voorlichting gaat geven op de verschillende dingen. In het verslag hebben we dus wel kunnen constateren. Dit verslag is bij 2330 mensen gedaan. En de data van 2286 of zo is kunnen geanalyseerd worden. Want een paar mensen hebben een paar rare dingen gezet die je niet kon begrijpen. Zoals ze laten soms data weg en dat is heel normaal in een onderzoek. Maar anyhow, we hebben dus kunnen analyseren. En het bleek dus dat bijna 100%. 99,5% van de mensen wel door had dat ze COVID konden krijgen. Die mensen, de mensen in Suriname, iedereen weet dat ze risico lopen. Dus iedereen is er ook op gefocust om iets te willen doen ter voorkoming, want niemand wil COVID krijgen. U niet, ik niet, u niet, niemand wil COVID krijgen. Dus vandaar dat we dus eigenlijk daarop hebben ingespeeld. We hebben gekeken wat mensen denken, hoe ze erover dachten. En ongeveer de helft van de mensen was wel bereid om met wat dingen om uiteindelijk een vaccin te krijgen. Maar heel wat mensen wouden dus meer informatie hebben. Ongeveer de helft van de mensen willen meer informatie. Ze willen duidelijke informatie. Ze willen weten of het echt veilig is. Ze willen weten hoe de veiligheid, hoe effectief het is. Hoeveel het gaat helpen om te voorkomen om dat risico te verminderen. Dat zijn de dingen die de mensen willen weten en daarop kunnen we dus inspelen. En ze willen het weten, niet van buurvrouw of buurman, ze willen het weten van het ministerie van Volksgezondheid, ze willen het weten van het BOG,
Ze willen het weten van de PAO en de UNICEF, van officiële instanties. Want op het ogenblik weten jullie allemaal dat via social media, dat lijkt wel de nieuwsagentschap van de 20e eeuw te zijn. Maar dat heel wat mensen daarop kijken, maar mensen weten toch dat dat niet allemaal echt waar is. Ze willen het van de officiële instanties weten en ze willen daardoor die informatie. En met dit rapport kunnen wij daar dus goed op inspelen. Sinds de intrede van COVID-19 in de wereld, sinds januari 2020, nu een jaar, is de wetenschap op zoek gegaan naar het antwoord welke geformuleerd moest worden om COVID-19 te bestrijden. Er is gekeken, op verschillende sporen is er ook gewerkt vanuit de wetenschap, namelijk medicamenten te ontwikkelen of trials uit te zetten voor medicijnen om mensen te genezen die eenmaal COVID-19 besmet waren. Die trials zijn in de grootste overgrote gedeelte gesneuveld. Er zijn hier en daar wat lichtpunten geweest bij bepaalde risicogroepen van bepaalde medicamenten, maar niet dat er een antwoord is gevonden internationaal op COVID-19, op de behandeling van COVID-19. Het is een virale infectieziekte, hetgeen betekent het is een virus die van mens tot mens overgaat. En feitelijk battelt het immuunsysteem van een mens zelf het virus weg. Dus is het uiteraard ook vanaf het begin duidelijk geweest dat je het antwoord niet hebt in de vorm van een medicament. Maar je moet dus wel preventief te werk gaan en dan wordt er gekeken naar een vaccin. Zo is het ook gegaan bij alle andere infectieziekten in de geschiedenis. En het vaccin is toen ontwikkeld. Er zijn denk ik honderden vaccins, 150 vaccins in de wereld die in ontwikkeling zijn. En er zijn feitelijk 3 tot 4 die internationaal reeds emergency authorization use hebben. Betekent dat gebruikt kan worden in deze situatie. Om ook snel de schadelijke gevolgen van COVID-19 niet alleen op de gezondheid van de mens, maar ook op de hele wereldeconomie te bettelen. U weet dat volgens een rapport van COVAX, wat ik nog eergisteren bekeek, dat de wereldeconomie maandelijks voor $345 miljard aan schade oploopt vanwege deze wereldwijde pandemie. Deze eerste stap genomen naar de informatie voor de vaccinatiecampagne, ja. Minister. En omdat we in de 20e eeuw zijn, doen we niet zoals men gewoon is, 3 rapporten. We geven u een digitale versie en een hardcopy. Nou, nogmaals bedankt. Ik heb vanaf het begin, ik heb zelf ook meegedaan hieraan. Vanaf het begin dit toegejuicht. Ik was ook zeer geïnteresseerd naar de resultaten toe. We gaan dit uiteraard zo snel als mogelijk verwerken in ons beleid. We hebben al de komende week een sessie met technische experts die ons gaan helpen om de strategie te bepalen. En dit is een stap die we zetten alvast naar een hele succesvolle vaccinatiecampagne. Ik wil de directeur van Volksgezondheid vragen om even naar voren te komen, zodat ik hem dit officieel kan overhandigen. De directeur gaat verder. De directeur van Volksgezondheid is automatisch belast met de coördinatie van het van een vaccin, van een vaccinatiecampagne. En uiteraard wil ik hem vragen om dit mee te nemen in uw beleid. Beleidsplan.